Toe. Za. Tiki-tiki-tiki-tiki-taka. Calma, calma. Calma, calma. Tiki-taka, Tuzani. Wat heb jij nog nodig voor jouw gevoel om die wereldtop te behalen? Of zit dat hierboven in je hoofd? Ten eerste heb ik nu ook echt een psycholoog met wie ik aan de slag ga, met wie ik praat. Tiki-taka, Tuzani. Deze mannen zijn opgegroeid onder de rook van Rotterdam. Dit zijn de ruwe diamanten van Nederland. Hij speelt bij Anderlecht, Joshua Zirkzee en dit is Noah Lang. En hij speelt bij Club Brugge. Ze zijn goed bevriend, maar in de Belgische competitie zijn het rivalen. En vergelijk straight to the point. Jullie hebben allebei in de jeugd van Feyenoord gespeeld. Yes. Hoe bedoel je Sponny bij Feyenoord? Ja, we beginnen gelijk. Iedereen heeft gewoon zijn eigen pad. Ben je voor Feyenoord? Ja, dat sowieso. Ja? Feyenoord is wel mijn club gewoon. Maar ja, kijk, of ik daar nog ooit ga spelen, dat weet niemand. Dat weet alleen God. Dus, Ja, Noah, je gaat lachen, want jij hebt nog langer in de jeugd van Feyenoord gespeeld. Hè? Van 6 tot 14. Wow. Ja. Dus jij bent sowieso voor... Club. Maar toen ging je naar Ajax. Ja. Hoe dan? Mensen willen jou hier in de Kuip zien, man. Ja, maar ik wou mezelf in de arena zien, man. Ja, ik heb wel een toptijd gehad, hoor, man. Ik ben geen Feyenoord. We gaan gelijk beginnen met een heftige challenge. We krijgen zometeen alle drie pogingen om de bal daar in die cirkel te schieten. Heb je hoogtevrees? Jawel. Ja? Je broek heeft geen hoogtevrees? Vroeger zag je wel eens lopen met de broek een beetje laag zo. Hey, heb jij hoogtevrees? Ik heb niet echt hoogtevrees, maar over wat praten. Ja, luister dan. Kijk, we krijgen alle drie pogingen. Degene of de twee met de laagste score, die moeten abseilen naar beneden van dit gebouw. Abseilen? Hé, hey, wacht. Wacht. Steen, papier, schaar. Weer om te bepalen wie er gaat beginnen? Steen, papier, schaar. Okay, wat betekent dit? Eruit. Jij bent eruit. Dus hij moet als eerst. Echt dom, jongen. Hé, hey, broer, zo echt ver. Want van de grond, ik weet niet of we dat gaan halen hoor vandaag. Bal 1. Oh shit, op boot bijna. Die boot gewoon. Hé, wat? Hey. No man. Wat was dat? Hé, hey. Wacht maar, je schot hard gewoon. Hé, hey, wat? Bro. Nee toch, hij zit hem erin. Ja maar, ga erin. Ah, nee! Oh. Je hebt gelijk, die wint. Je moet harder stoten. Yeah. Pierre van Hooijdonk, zo noemen ze me af en toe in Duitsland. Af en toe. Af en toe, hè. Kom maar. Hé, hey, maar hij kan makkelijk, dit maar. Dit is een Soetu. Nee. Hoe dan zo ver? Wow. Nee, man. Dit is echt Scheveningen. Dit is richting Scheveningen. Hé, hey, op die boot. Maar heb ik geen power? Wat doe jij? Nee. Jawel. Nee, veel te zacht. Ja, veel te zacht. Het is tijd. Jammer. Hé, hey, maar zie wat ik bedoel? Jouw bal rolt ook niet daar. Je hebt een hele andere bal. Maar ik ga hem echt niet halen. Oh, wow, dit is gek. Dit gaat erin, moet wel. Nee, eroverheen. Nee! Ja, maar het eruit. Nee, maar dit telt. Nee, dit telt. Nee. Tuurlijk telt nee. Dit. Ja, dat tuurlijk we, telt dit. Nee. Bro, dit is alsof jij bal onderkant laat schieten, maar gaat eruit. Ik weet niet eens waar die cirkel is, hè. Gewoon op gewoon goed geluk. Schieten. Ja! Wacht hier. Nee, joh! Nee! Hou je mond dicht! Ik snoei jullie monden. Jij hebt één, kijk, ik heb één. Nee, om Josh, dit moment Josh, heb ik je tatoeage gezet. Josh. Tel die van mij niet. Josh, Noah Lang heeft gescoord. Joshua en ik staan nog op nul. Hij is het niet mee eens, maar ja, we hebben gewoon allebei nog nul. Wat heb ik gedaan? We mogen nog allebei eentje schieten. Wat heb ik gedaan? Je hebt gescoord. Oké. Dus stel, wij scoren nu allebei, dan is het gelijk. Dan doen we winnende. Ja, maar... Maar als wij allebei niet raken, dan moeten wij allebei op zijn. Ik hoef sowieso niet. Het is niet mijn probleem. Ja. Nee, hij zegt ja. Deze is zo zacht. Deze is dramatisch. Dit is niet eens dramatisch. Ik had echt zelf vertrouwd dat ik dit zou winnen. Qualida! Ja, dit... Nee. Qualida! Jawel. Ja, man. Jawel. Oh! Ik vind dat jij het best hebt gedaan na Noah.
Dus in principe, ik ben wel sportief dat ik alleen ga abseilen. Maar wie heeft gewonnen? Maar hij bepaalt of jij ook gaat. Wie heeft gewonnen? Wacht. Wie... Oké, okay, als je zegt, ja, Noah, gefeliciteerd, je hebt gewonnen, ga ik je gunnen. Noah, gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Hé, we gaan met hem abseilen. Dan doen we dit dicht. Wacht, zit hij goed? Dit kan niet los, hè? Nee, dit kan helemaal niet los. En dan een klein beetje? Ja, heel rustig. Nu al. Ja? Kom maar. Dan staan die anderen erbij. Broer, dit is een tori. Josh, veel en succes. Je moet goed laten staan, hoor. Ja. Hey bro, ik weet echt niet of ik dit wel durf. Volgende randje. Oké. Maar ik moet me los. Moet ik heet het mijn benen op de. Op de wand. Je moet gewoon alles op de wand. Beneden wandelen. Oh, alles op de wand? Ja. Yeah. Oh. Ja, dan ben ik zo beneden. Wandelen. Oh, dan ben ik zo beneden. Ja, dat is toch super? Denk ik. Kom op. Wow, man. Maar ja, niet naar beneden kijken is wel saai. Dus, yo, jongens. Back then, and you know how it goes when I see you again. You know I'm making my way to your end. Ga maar lekker door. Ik raak er niet aan. Geen paniek. Geen paniek. Ja, het is voor mij categorie eens en nooit meer. Ik vind het leuk, maar ik heb het gewoon... Ja, ik klink nou heel droog, maar ik heb het gehad. Snel. Ik kan niet lang hier staan. Alles is goed, hè? Hey. Ga maar hangen. Rustig zeker? Hangen? Ja, 100%. Zeker? 200. Hé, hey, ik vertrouw je. Wacht even, mijn hand op deze. Ja, hand daar. En ik hou rustig aan. Alles hier is champion. Ga maar zitten. Kan niet lang met je praten. Ja, dit is het al. Hé, hey, je blijft lachen. Alles hier is champion. Kan niet lang met je praten. Alles hier is wow. Laat je Pieter Bakker. Yes. Hey, het is wel eng, man, PC, maar ja, ik weet niet. Het spannendste is geweest, of niet? Jawel, maar het is nog steeds hoog, bro. Ja, dat is waar. Je moet wel beneden komen, alsjeblieft. Hey, ik ben op de helft. Hey, GoPro. Dat was een lange rit, man. Noah Lang. Veel mensen die schrijven iets over jou of ze vinden iets van jou. Maar wie is Noah Lang eigenlijk volgens Noah Lang? Een jongen die altijd zichzelf is, niet meegaat met de rest. You see is what you get. Ik ben gewoon iemand die gewoon altijd zichzelf is. Maakt niks uit waar of wanneer. Gewoon, ja, ik zal me niet aanpassen aan andere mensen. Dat ben ik. Ik ben gewoon een doodnormale jongen. De echte mensen die me echt kennen, die weten ook van mij dat ik gewoon rustig ben. Ik hou van grappen maken en... ja, gewoon zo sympathiek. Nu heb je gespeeld tegen Messi, Mbappé, Neymar. En je werd ook nog eens man of the match. Ja. Noah, jij bent altijd straight. Hoe goed kan jij worden? De absolute wereldtop. Ga ik niet om me heen draaien. Ik kan de wereldtop halen. Wat heb je nog nodig om die absolute wereldtop te halen? Het zit allemaal in mijn hoofd, man. Klaar. Het zit allemaal in mijn hoofd. Als ik mijn hoofd erbij hou, weet ik dat ik het ga halen. Klaar. Ik zit nou in te vullen wat vele mensen zullen denken. Misschien zou ik dat vroeger ook wel gedacht hadden. Kijk hem nou arrogant praten, maar ik zie gewoon een hele zelfverzekerde jongen voor me. Maar dat is terugkomen op vraag 1. Dit is hoe ik ben. Dit is Noah Lang. Wat heb jij nog nodig voor jouw gevoel om die wereldtop te behalen? Of zit dat hierboven in je hoofd? Het zit sowieso in de hoofd. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een lastige periode gehad. En dit jaar gaat het wat beter, omdat ik meer wedstrijden speel. Ik denk dat het sowieso ook te maken heeft met wedstrijden spelen, ervaring opdoen. En minuten in je benen. In die wedstrijden gewoon... laten zien dat je er klaar voor bent. Hoe zit het op dit moment hierboven, in die kopje van jou? Op dit moment? Ja, op dit moment is het rustig, man. Ik denk dat het voor zich spreekt. Ik denk dat ik het ook uitstraal op het veld. Ik heb plezier in wat ik doe. Ik heb plezier in het spelletje. Ik geniet gewoon van elk moment. En dat straal ik ook wel uit. Het is ook anders geweest natuurlijk. Dus ja, ik denk dat ik in mijn hoofd wel stappen heb gemaakt. En nog moet maken, maar... stap voor stap kom ik daar. Je hebt sowieso stappen gemaakt, dat kan niet anders. Je bent mentaal sterker geworden, linksom, rechtsom. Misschien had Noah Lang een paar jaar geleden ook gezegd van... hé, luister dan, dit is hoe ik denk, maar je verandert met de dag. Ik denk, ten eerste heb ik nu ook echt een psycholoog... met wie ik kan slaggen, met wie ik praat. Je hebt gewoon serieus een psycholoog? Ja, man. Ik heb dat wel nodig, vind ik, van mezelf. Ik ben ook iemand die... Ik heb best wel wat meegemaakt ook. Maar in het begin, als iemand tegen je zegt van... hé, maar je moet een keer met de psycholoog gaan praten, dat je wel denkt, hé... Toen het begon bij Ajax...
Toen dacht ik van, wat denken jullie nou? Ja. Met de psycholoog praten, maar het is niet dat ik elke dag met diegene praat of wat. Daar heb ik ook helemaal geen zin in, snap je? Maar gewoon op momenten als ik er behoefte aan heb. Niet alleen als het slecht gaat hoor, maar ook als het goed gaat. Ik kan het iedereen gewoon wel aanraden, omdat eerlijk, de voetbalwereld is eigenlijk een hele vieze wereld. Veel neppe dingen. Veel mensen die wat van jou willen, maar die waarschijnlijk niet eens echt met jou zijn, want waar waren zij voor die shine, snap je wat ik bedoel? En het heeft natuurlijk veel druk, brengt het met zich mee. Dus ga daar, probeer daar maar eens mee om te gaan. Het is voor de buitenwereld altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ja, ik raad iedereen wel een psycholoog aan. Wauw, en ik hoop nog dat we lang van jou gaan genieten. Noah Lang. Deze jonge mannen klinken al heel erg volwassen. Ik hoop dat ze deze mindset hebben oprecht voor de rest van hun carrière. Want het kan zo voorbij zijn. Dat was wat zij zei tegen de kleine. Blijf ik gang, zeg eens niet omkijken. Ja, Noah Lang, we zijn in de studio van Troby on the Beat. En waarom zijn we hier? Er is een keer een nummer van jou gelekt die je samen hebt gemaakt met Justin Kluivert. Dit heb je mij niet gezegd. Ja, ja, hallo, hallo. En alles wat we hier gaan doen gaat ook lekker vandaag, hè? Ja, mag. Nee, Troby, ik ga jou even introduceren. Kijk, ik denk dat heel veel mensen jou kennen. Maar voor degenen die je niet kennen, deze man is een legend in the game. Hoeveel streams heb jij in totaal? Hij maakt trouwens beats, hè, voor de duidelijkheid. Hoeveel streams heb jij in totaal? Ja, sowieso meer dan een miljard in totaal. Meer dan een miljard. Hoeveel mensen op de wereld? Een paar miljard. Dat is echt niet normaal. Ja, dat is echt ziek, ja. Heb je daar ooit überhaupt aan durven denken? Nee, ja, het was voor mij sowieso altijd een droom. Gewoon leven van muziek. Het is gewoon echt leven van je hobby, snap je? Het is gewoon voetballen. Als passie is muziek mijn passie. Hoe oud ben jij? 21. Ja. Dat is toch niet normaal? Ik zit hier met drie ruwe diamanten. En laat eens even heel kort een paar dingetjes horen, kan dat? Ja, sowieso. Ik kan je wel vergeven, maar vergeet niet, bro. Ik kan niet meer zijn als ze die cake zien. Maar ook deze. Oké, ik heb... Ronnie Flex. Ja. Deze is 3-4 keer platina gegaan. Wissel spelen, wil die stack op de bank. Stack die money, wil het net Noah Lang. Ik ben kopsterk. Het is makkelijk, je achternaam wil lang. Hij klonk wel geforceerd, zeg maar, dat hij jouw naam nog erin wou proppen. Hé, hey, kap met die. Kap met die. Jij moet kappen op het veld. Ik ben in de velden net Noah Lang. Wat is er aan de hand? Dat ik een superster ben, wist ik al lang. Ha, 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 ha. Nu zie je me lachen naar de bank. 1 miljard streams. Maar je hebt waarschijnlijk ook 1 miljoen beats. Want ja, Noah Lang, die af en toe in zijn eigen tijd, dan gaat hij rappen. Dus het zou mooi zijn als je hem een beat cadeau geeft, als ik het zo mag zeggen. Ja, tuurlijk, sowieso. Je hebt er zoveel, je kan gewoon... Ja, genoeg. Joh. Krijgt hij gratis? Kunnen we dat ja, doen? Voordat tuurlijk, regelen we het. Die gaan niet eerst hem hypen. En nee, dan dit mag pas... niemand horen, hè? Want dan willen alle mensen ook natuurlijk gratis. Tegenwoordig, deze man, je Club Brugge laat hem voor minimaal 30, 40 miljoen. Dat soort dingen worden nu gezegd, ja, hè? Ja, ja. Dus ik zal wel even nog met hem praten voor clausule in het contract. Ja, laten we dat wel doen, ja. Troby, laat even een paar mooie beats horen. Als er eentje is die je echt mooi vindt, meenemen. Yes! Hey, sorry man, we hebben niet heel veel tijd, weet je. Dus we kunnen niet de hele beat afluisteren. Jij moet hem gelijk voelen. Deze is boos. Die vorige was... Die soort oldschool-achtige rap. Deze is voor Gimma, ik ben boos, matchday. Niet veel snijden. Tot nu toe, ja. Net al. Ha? Ja, man. Maar op die mag je ook niet 7 komen of zo. Die moet je wel, nee, dan moet je echt bars. Bars. Die moet je echt. Je legt de lat wel hoog als je bars daar liggen. Mag ik in mijn focus modus gaan? Noah, welke van de drie wordt het? Wauw, ik moet die eerst nog één keer snel horen. Snel, alsjeblieft. Je toch? Heb je haast? Ja, dit is die Kevin type. Luister, jij vraagt niet voor niks nog een keer om deze te luisteren. Dat doe jij niet zomaar. Ja, ik vind deze de hardste. Dit wordt hem. Ja. Tijd voor een leuke challenge. Ze moeten zometeen een soort van dansbewegingen maken en op een gegeven moment naar één kant wijzen. Kijkt de tegenstander dezelfde kant op, dan is het 1-0.
Dus je moet niet naar dezelfde kant kijken. Dit is echt een mindbreaker. Yes, we spelen tot de twee. Let's go. Looking at my drip. Yeah, man. Oh, I'm killing it. 1-0, Noelle. Your girl so fine, but yeah. Her breath is like, woo. She says she wanna dance, but she don't know how to woo. Maar hij moet dansen toch daartussen? Ja, maar we waren aan het lachen. Nee. Ik heb gewonnen. Ja, hij heeft ik dans gewonnen, liever man. Op gras. Weet je waarom? Jullie zaten te lachen. En toen kwam die wow, toen moest hij gelijk. Maar wat is dan? Ik dans liever op gras. Ja. Tiki-taka, Tuzani. In de muziekindustrie zie ik dat de nieuwe generatie rappers vooral heel veel samenwerken. Echt, de ene collaboration na de ander. Dat is heel erg mooi, want daardoor zie je hele vette tunes ontstaan, hele mooie nummers. Maar is het zo dat ze ook echt zeg maar bevriend zijn? Of gewoon een klik hebben dat het vooral een zakelijke samenwerking is? Ja, in sommige gevallen is het sowieso gewoon een zakelijke samenwerking. Maar meestal, het is toch een soort van groep, snap je? Net als hoe voetballers waarschijnlijk ook met elkaar omgaan, gaat dat in de muziekindustrie precies hetzelfde. Zijn er echte vrienden in voetballerij? Of zijn jouw beste vrienden eigenlijk daarbuiten? Nee, dat is bij mij toevallig mijn beste vriend, weet je, mijn broer gewoon, speelt ook voetbal. Dus zit ook in de voetbalwereld. Maar voor de rest heb ik daarbuiten, zijn echt de vrienden die echt heel dicht bij me zijn. Dat zijn echt mijn broers. Het gaat echt heel goed met jou. Dus je zal waarschijnlijk ook iets meer mensen om je heen hebben. Mm. Je kan goed filteren wie een echte vriend is, wie geen echte vriend is. Heb jij veel echte vrienden in de voetballerij? Ja, echt vrienden. Ik heb jongens waarmee ik een goede band heb. Maar ik denk dat echt jouw echte vrienden, dat zijn er niet zoveel. Natuurlijk, voor mij is bekend welke bekende voetballers wel mijn echte vrienden zijn. Maar ja, het is met wie je echt daarbuiten ook hangt, dat is natuurlijk een heel klein groepje. Hou we zo. Tuurlijk. Cirkel moet je altijd klein houden. Maar hoe succesvoller je wordt, hoe bij sommige jongens hoe groter de cirkel ook wordt. Maar bij mij is het de cirkel vanaf het begin is ook de cirkel waarmee ik eindig, man. Cirkel is klein. Gesproken. Ja. Gesproken, hè? Die jongen die zegt wel slimme dingen, hoor. Ja. Die liet niet van mijn gedachten. Ja. No friends in the industry, my brothers been my brothers. Man, you niggas ain't no kidding me, a fact. Whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back. Whoa, no friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact. Zometeen gaat een van jullie deze bus besturen. Zo snel mogelijk heen en weer rijden. Jullie krijgen beide 5 pogingen om te scoren, terwijl de 1 heen en weer rijdt. Degene die het meeste scoort wint, verliezer krijgt piek op het oor in slow motion met extra beleving en emotie. Deze wil je niet verliezen, je wil niet op nationale televisie die piek op je oor krijgen. Steep op schaaf, wie er gaat beginnen. Hij is wel mentaal, man. Wow. Hey, maar, dit wordt leuk, hij gaat dus rijden. Hè? Hij past er niet eens in. Oh, hey, ja. Huppakee. Wat is dit? Heb je al gefilmd? Dit moest je filmen. Ja, dit is beeldmateriaal. Dit gaat niet goed komen. Wacht. Ik moet hem gewoon. Hij hoeft het alleen maar rechtdoor. Oké. Okay. Is 1, hè? Juist. 1. Maar je moet niet te snel die koppeling loslaten. Je moet wel een beetje gassen gelijk door. Bro, je moet. Ja, ga maar. Goed, gassen. Wat gassen, bro? Wat moet ik gassen, bro? Moet ik eerst of wat? Ga jij rijden, laat me zien. Met veel druk. Ik heb het echt 3 jaar niet gedaan. Oké, maar wacht. Zo, is die dicht? Koppeling is links, toch? Helemaal links. Hoor. Middenste is rem en rechts is gas. Zo moet die. Hey, dit zijn viraal dingetjes, man. Kijk. Noah en Joshua krijgen autorijles. Hey. Hallo, is ook mijn eerste keer naar drie. Zal ik je eerlijk zeggen, ik denk dat jullie allebei eruit moeten. Wow. Ik ga wel heen en weer rijden. Zo, wacht eventjes. Het gaat niet goed. Zo. Dit gaat echt niet goed. Okay. Doe maar. Inshallah. Oké, allebei eruit. Jongens, het is bijna donker en zo. Ik ga heen en weer rijden, want dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. Jelle, eruit. Kom. Sorry, man. Ik dacht echt. Maar ik denk ligt ook een beetje aan. Hey, maar deze gaat heel de nieuwe generatie automatenrijders. Het is niet makkelijk, zie je? Ik zeg altijd weg van automaten blijven. Ook van fruitautomaten, alle automaten. Boys, zet je vast ready. Ik ga heen en weer. Jullie gaan om en om schieten, ja?
We hebben heel onze planning verpest. Yo, boys. Horen jullie mij? Ja, ik hoor je. Luid duidelijk. Over. Oké, jongens. Ik ben klaar. Ik kom er nu aan. Je hebt één kans om te scoren. Wie begint? Over. Noah begint. Maar moet ik uit mijn handen schieten of vanaf de grond? Over. Nou, je hebt eerder gezien dat uit je handen schieten, dat is niet echt een goed idee. Over. Heel wat van jouw streep door je ruit. Over. Let's go. Oh, wacht. Ik moet die raam dicht doen. Oh, nee toch. Bijna kruising. Dat was mis. Over. Dramatisch. Bijna kruising. Maar zie niet, hij ging harder rijden. Joshua Zirkzee, ik kom eraan. Over. Niet te snel alsjeblieft. Over. Hij komt even. Oh. Hey, maar deze toch? Oh, voor deze echt. Mis. En wel echt heel erg mis. Waar is dit? Oh, kijk hem hier. Kijk uit, kijk uit. Oh, ik heb die raam nog open. Oh. Jongen, je wou hem schieten. Die raam was nog open. Wat zei je? Je wou hem schieten, de raam was open. Bro. Joshua, ben je ready? Over. Ik ben ready. Hoppala! Hey! Kijk eens! Hey, zat ie? Over. Nee, hij was mis. Over. Rustig erop, Kiki. Waarom hoorde ik hem dan bouncen op mijn auto? Soef, hij was raak, klaar, over. Ga die man niet meer credits geven. Ik heb een gevoel dat iemand hier een beetje geïrriteerd is. Golazo! En nu? 1-1-1-1-1-1-1. Zijn jullie ready, over? Hij komt nu, hij komt nu. Hoor, dit is no look? Ja of nee? Ja of nee, no look? Oh! Hé, hey, waarom is de raam dicht, man? Nou ja, maar goed dat die raam dicht was. Hij moet zich schamen, je stopt nog. Ik wou een flesje eigenlijk. Hij hoeft alleen zo te doen. Ja, ik wou een flesje, maar ik kan niet abrupt. Ik wou je nossel raken, Masu. Ja, dat is niet zo moeilijk. Nossel is neus, voor degenen die niet weten wat nossel is. Kom maar aan, over. Maar nu wordt het makkelijk, hè. Nu wordt het makkelijk. Dat is over. 2-1. Zo, zat-ie. Zat-ie. En of die zat, over. Hoor deze punchline. Ik heb overzicht, hij schiet raak als ei, zat-ie. Jullie schieten naast, hij vraagt je af. Ei, zat-ie? Hoeveel staat er trouwens, boys, even serieus? Hoeveel staat er en hoeveel pogingen hebben jullie gehad? 2-1 Noah. Ik heb 4 pogingen gehad. Joshua gaat nu voor zijn vierde. Kom eraan. Over. Niveau kan alleen nog gelijk spelen. Ik krijg geen seintje, niks. Ik kom eraan, niet dit, dat, dit, dat. Oh, je mond. Probeer een andere bal anders. Kom. Waar is die old school bal? Want je bent een ouderwetse speler. Noah, was die mis? Over. Geen probleem. Was die mis, zegt hij. Die bal is ergens in de sloot. Nee toch! Wat doe jij? Maakt niks uit. Ik sta nog steeds voor. Nee. Hij kan gelijk maken, dat weet je toch? En als hij mist, is het klaar. Over. Ja, dat was bijna. Het is klaar! Het is klaar! Ah, gaat die arrogant deze man. Raak me niet aan. Hé. Hey. Ja, kou je gelijk. Kan je me feliciteren? Zoveel geluk, omdat ik met een gare bal moet schieten. Kan je me met die ontkoopbal. Waarom luister ik naar deze man? Belofte maakt schuld. Verliezen zou piek op het oor krijgen. Jij hebt echt gemene vingers. En zoals beloofd, alles op slow motion. Piek op het oor. Extra emotioneel. Wees sterk, jij hebt dit. Pak als een man. Verloren. Wacht. Die suikerspin goed zetten. Hij is een suikerspin. Okay, wacht. Ja. Wat is dit? Wat is dit? Piekje en disrespect ook nog erbij? Kom. I'm finna get real disrespectful in this. I'm finna get disrespectful. Okay, let's go. Geef hem gewoon die Anu, winnaar Noah Lang. Ja. Je weet toch, met FIFA krijgt hij pakjes, maar
Met FIFA krijg je niet.